De internationals zijn over de wereld uitgevlogen, dus trainde Ajax met een kleine groep. Geen Theo Jansen, die trainde apart. Wel Miralem Soleimani, Jasper Cillessen, Kenneth Vermeer, Dimitri Boulekin en André Ooyer. Genoeg man voor een leuke rondo. Ga door in die draaimolen! Hoofdmoot van de training was een partij op een klein veld met veel doelpunten van Tom Boeren en Jenner Arica. En Ismail Aissati. In de loop van de wedstrijd ontstond een mooi duel tussen Boulekin aan de ene kant en Miralem Soleimani aan de andere kant. Natuurlijk scoorden zij er veel op los, maar ze zochten elkaar ook op in de verdediging. En dat levert dit soort situaties op. Boulekin onderuit, tot verbazing van iedereen. En de Rus vraagt om een penalty. En als hij dat niet krijgt, dan toch op zijn minst een gele kaart. Even later. Aanval van Oranje, kans voor Soleimani. En hij ligt op de grond. De stand tussen Boulekin en Soleimani is weer gelijk. Even later. Aanval van Geel. Duel Boulekin-Soleimani en Boulekin naar de grond. Kans voor Soleimani. Dit levert geen treffer op. Maar de Servië blijft attent. Duel met Ooyer en hij scoort. Een teleurgestelde Boulekin eist een onderzoek op de crime scene. Dennis Bergkamp komt kijken. Maar het onderzoek levert helemaal niets op. Dus is Soleimani de winnaar van de dag.